Rachel was vandaag op de boekpresentatie van Heleen van Rooyen, die weer opduikt in de literaire wereld met haar nieuwe roman Juice. En de crème de la crème van Nederland was daarbij voor de presentatie van dit nu al spraakmakende boek. Ja, dit zijn altijd hectische dagen. Ik ben vanaf begin af aan bezig. Het is vooral, het is een feestelijke dag. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik vind het ontzettend leuk dat ik het eerste exemplaar aan Bridget Maasland mag overhandigen. Ik ben heel trots op het boek. Echt trots en blij, want het was even geleden dat ik een roman had geschreven. Ik ben blij dat hij af is, dat hij er ligt. Ja, ik kan nu ontspannen en genieten. Ik zei heel stoer, ik wilde wel een keer meemaken dat je een roman schrijft. Maar dat was wel interessant om naast te staan. Ik heb het nog niet gelezen, maar als ik het zo hoor en zie, dan denk ik dat wordt wel een grote hit. Want het is een enorme plaag eigenlijk, die Juice Channels. Nou, ik vind ook met roddelbladen en zo, en of het nou een Juice kanaal is. Ik vind, op zich heb ik er geen moeite mee, als het maar de waarheid is. Ja, juice is natuurlijk een essentieel onderdeel van mijn leven. Zonder juice kan ik niet bestaan. Ik moet wel zeggen dat het natuurlijk een onderwerp is dat ook een grimmige kant heeft gekregen. Heel veel mensen zijn bang geworden voor juice. Het is ook slecht voor je tanden. Heleen heeft altijd gezegd, je moet mijn boeken lezen. Dus dat doe ik ook altijd netjes. En het zijn natuurlijk altijd fantastische verhalen. En ja, nu gaat het over juice en gaat het over een liefheersbeestje, dan lees ik hem ook. Dus ja, het is een actueel onderwerp natuurlijk. En als zij daarover wil schrijven, dan weet ik zeker dat zij er een heel goed boek over zal schrijven. Wat is je knap, hè? Dat is dat niet normaal? Ik denk, ik zeg het even aan het publiek, anders staat morgen weer met de juice. Ja, ik vind het wel slim verzonnen. Nou ja, het is natuurlijk zo actueel dat je denkt, hoezo... Het is rete commercieel. Ja, dat is het eigenlijk meer. En dat is natuurlijk mevrouw van Rooyen wel. Dus ja, die heeft deze tussen het oppassen op de kleinkinderen door er even doorheen gejengeld. Nou, het was ook lang geleden. Ik vind het echt lekker. Ik heb de eerste paar pagina's weer gelezen en dat gaat weer... Ja, zo, leest lekker weg, ja. Dat kan zijn. Je hebt er ook lang over gedaan, want het laatste boek was een jaar of 10 geleden. Ja, 10 jaar geleden. Ja. Maar als het hetzelfde verkoopt... Dan... Nou ja, van de eerste, de Gelukkige Huisvrouw, zijn er meer dan 500.000 over de toonbank gegaan. Dan kun je inderdaad op je lauweren rusten, hoor. Dat is echt kan je even oppassen voor de kinderen. Voor Nederlandse begrippen. En ze heeft gelijk. Normaal. En ze heeft gelijk. Ik vond het wel grappig. Zij heeft natuurlijk nu... Dit boek gaat over een roddelkoningin. Maar zij heeft natuurlijk zelf ooit ook... Ze heeft het uitgevonden. Aangezwengeld. Nou, inderdaad, 2004 hebben we het dan over. Dat is een gigantische affaire geworden voor Rob Oudkerk, een wethouder in Amsterdam. Die stond na het Nationaal Dicté samen met Heleen van Rooyen in een café. En er was nog iemand bij, Tom Egbers. En Rob Oudkerk begon daar uit het niets eigenlijk te vertellen over zijn bezoek aan prostituees, aan dat hij wel eens cocaïne snoof en allerlei andere ontboezemingen, waarvan Heleen dacht, wauw, ik moet nog een column tikken voor het Parool van zaterdag. Laat ik dat eens daarover doen. En dat heeft uiteindelijk geleid door de val van Rob Oudkerk. Het ging ook nog om heroïneprostituees, dus zo hoogdravend was het allemaal niet. En ja, zij heeft daar later wel excuses voor aangeboden. Maar dat later, dat deed ze ook heel lang over. Het was wel overwogen. 12 jaar later in een talkshow kwam ze erop terug, al dus. Dus zij heeft eigenlijk... Is zij de grondlegger van de Juice? Eigenlijk wel. Ja. Ik had het wel leuk gevonden als ze dan de Juice-dame ook had uitgenodigd eigenlijk bij deze lancering. Over wie het gaat volgens jou? Ja. Ja, dat had ik dan wel weer verrassend gevonden. Maar ja, over media aandacht. De rel was gigantisch en de excuses kwamen bij RTL Z. Dus die heeft niet iedereen gezien. Ja, wij hebben ze ook niet meer kunnen vinden, Tarief. Nee. Nou ja. Jij zegt, Yvonne was er niet. Ik vond het wel een leuke opmerking. Ik had dat, het was al sowieso ontzettend veel media aandacht voor vandaag. Maar ik had het dan wel weer een stunt gevonden als ze er gewoon had uitgenodigd. Ja. Hebben ze misschien ook wel, maar Yvonne laat zich niet zoveel zien dat onder zou ook de slachtoffers, volgens mij. Nee.